Hallo meneer. Goedemiddag. Welk fragment van de afgelopen 30 jaar van Omroep Venlo zou u nou nog eens terug willen zien? Welk fragment? Als ik ook een reportage mag noemen, dan is dat een Pepper-project. Het was echt weergaloos. Carnavalsgedoe. Carnavalsgedoe? Op tocht en zo. Klinkt niet positief als u zegt carnavalsgedoe. Ja, een beetje lawaai, hè. Je mag een beetje lawaai, het hele carnaval. Uw VNV-kampioen is geworden, de laatste keer. Dat is alweer 3 jaar geleden. Ja, dat vind ik leuk. Welkom bij een nieuw programma. Een programma vol met historische momenten. Bijzondere momenten door u zelf uitgekozen van de afgelopen 30 jaar, uitgezonden door Omroep Venlo. We zijn in Grubbevorst en daar woont de hoofdpersoon van deze uitzending. En dat heeft alles te maken met een gebeurtenis uit 1993. Verder in deze uitzending Ali Baba en de 40 rovers in het Venlo's. Muziek van Bert van den Berg. En om te beginnen een sportmoment uit 1998. Toen was er nog een internationale triathlon in Arsen. Deze beelden zijn aangevraagd en u ziet een erg jonge verslaggever genaamd Frans Volks. Wat is dat in een triathlon of een halve triathlon eigenlijk? Halve triathlon wil dus gewoon zeggen dat de atleten 2,5 kilometer moeten zwemmen, 80 kilometer moeten fietsen en 20 kilometer moeten lopen. Je kan je wel voorstellen bij dit extreme weer dat het nu een extra wedstrijdelement erbij komt. Jij doet mee aan de triathlon vandaag? Ja, zeker. Dan moet je zo'n pak aan doen. Ja, dat is wel lekker, ja. Dan ben je A wat sneller en B, het is lekker warm. Mooie overwinning. En ik vind het natuurlijk machtig mooi door zo'n centrum heen lopen, dat vol met mensen. Dat is het mooiste wat er is natuurlijk. In iedere uitzending ook een muziekfragment. In deze uitzending sowieso veel muziek, want ook het hoofdonderwerp heeft alles met muziek te maken. Het muziekfragment komt van Bert van den Berg. Werd gezongen op de Blauwe Zaltedag in 2010. En de aanvrager van dit fragment vindt dat Bert het lied niet alleen bijzonder zingt, maar ook de tekst brengt op een manier zoals de schrijver het ooit bedoeld heeft. Nergens, nergens kindster, zien met mij alleen. Overal zien mensen, wou ik gewoon afstaan. Zeg mij eens wat vindt u, zullen wij maar gaan. Laat ons gaan, laat ons gaan, mijn liefste Clara. Dich en ik, wij allebei naar de Sahara. Ik heb toch gevonden waar ik zocht. Daar is voor ons nog plaats genoeg, mijn liefste Clara, in de Sahara. Het is met dich, mijn lekker dier, en iedere week een beetje beer. Toch zo pijn, zo gans alleen.
Prachtig, dankjewel. We zijn dus in Grubbevorst en hier woont ze, onze hoofdpersoon van deze uitzending. En ze doet iets met zingen. Hoi, je hallo. Hoi, Kira. Dag, Margot. Margot, kom binnen. We zijn op bezoek bij Margot Verbeek. Ze staat al vanaf haar 14e op de bühne. Ze was jarenlang het gezicht van Wooden Chain. Margot is geboren in Blerik, groeide op in Venlo en verhuisde op 19-jarige leeftijd naar Grubbevorst. Toch bleef ze altijd een echte Venlose. Zo was ze te zien in de Venlose Revue. Margot won in 1993 samen met Loek van der Liefvoort en Geert Verschuren het Venlo Songfestival. Een eenmalig initiatief in het kader van 650 jaar stad Venlo. Margot, ja, je hebt al veel meegemaakt natuurlijk in jouw lange zangcarrière. Maar het Venlo's Songfestival springt daar toch een beetje uit, of niet? Ja, dat springt er echt uit. Kijk, het is sowieso een competitie. Hè, met meerdere mensen gaan zingen voor een wedstrijd. Had ik eigenlijk ook nog nooit gedaan. En het was ontzettend veel spanning, maar ook een hele leuke belevenis om mee te maken. Liedje nummer 8, Een Klein Geluk. 9 punten. Een klein geluk, 9 punten. Ik denk dat nou de winnaar bekend is. Wat herinner je je nog echt van die tijd? Al die mensen die ingeschreven hadden, hadden eerst eigenlijk een voorselectie en moesten dus aan een jury, een soort vakjury die er zaten, waarvan André Rieu ook in zat. Was toen eigenlijk een beetje bekend aan het worden. Maar meneer Rieu zat dus ook echt aan de jurytafel. En heeft mij mogen beoordelen dat mijn liedje door mocht na de volgende ronde. Maar ik was zo onzeker. En het was zo raar. En mij zakte echt de moed in de schoenen hoe later dat het werd. Want 's middags zaten er eigenlijk al artiesten om me heen. Die gingen al bellen naar de familie. Oh, ben je er vanavond ook? En ik win zeker. En mijn nummer is het beste. En ik zag erbij al hangen en ik denk, nou ja. En die hadden grote optredens, bewegingen, dansjes, van alles ingestudeerd. En wij hadden niks ingestudeerd. Het leven draait druk, een kleine geluk. Wat geven, wat nemen, heb je stil, lieve stom. En dan zeg je van, hé, ik was niet alleen. Er stonden twee jongens bij, Geert Verschuren en Loek van der Liefvoort. En die heb ik eigenlijk, mag je gas weten, een dag voor de repetitie heb ik die jongens gebeld en gezegd, ik mis wat aan het liedje. Ik moet harmonie om me heen hebben. Nou, we zijn naar de Maaspoort gereden en je mag het echt weten, maar in de auto hebben we driestemmig dit liedje even doorgenomen. Oké, jongens, wij gaan dat vanavond even maken. En zo zijn we naar de Maaspoort gegaan. Het soezen van een lentewei, kapelken in de mei. Het geelschuut voor de koning op de hei. Maar des te vreemder vind ik het dan, want dat heb je me vooraf eventjes verteld. Op de cd staat niet jouw naam, maar wel die van Loek en Geert. Ja. Ik sta in de coulissen te kijken, net voordat ik de bühne opging. En ik zeg, wat staat hier op die cd? Er staat Een Klein Geluk, maar geen Margot Verbeek. Ja, dat kan niet, hè. En toen heb ik gezegd tegen diegene die dit van de organisatie, ik zeg, jongens, stel nou eens dat ik vanavond win. Ja, oké. Nou, ik zeg, stel. Ja. Zeg, wat gaan jullie dan doen? Ja. En toen kwam deze cd uit. De winnaar van het eerste Venlose Songfestival is bekend. Een compositie van Wim Roeven, de tekst is van Wil Hermans. Het wordt gezongen door Loek van der Liefvoort en Geert Verschuren en Margot Verbeek. En doorzien ze. Als winnaars van de avond. Een hartelijk applaus. Van harte gefeliciteerd. Je overwaard hebt is de jurk. Ja. Hij hangt, die hangt inderdaad daar aan de deur en ik kan hem niet wegdoen. Hij was toentertijd best wel duur. En ik ben echt niet van dure kleding kopen.
Maar ik wilde natuurlijk een hele mooie, bijzondere jurk. En deze kwam ik tegen. Ik was er direct verliefd op. Dat was in die tijd modern. Nou, als ik hem nou zie, dan denk ik, oh mijn god, wat had ik aan. Maar ik kan hem niet verkopen. En ik kan hem ook niet weggooien voor de tollezak, zoals ze het noemen. Maar nee, hij is me heel dierbaar. Past helemaal in die tijd, zei je al. Ik vraag me af of Loek en Geert ook nog hun bloesje bewaard hebben. Nou, dat denk ik van niet. Dat denk ik van niet. Dat is een gekleurd bloesje. Dankjewel. En mocht de gelegenheid zich voordoen, als er een tweede songfestival komt, doe je dan weer mee? Wil je nog een tweede keer? En dan zeg ik nee. Nee, je kunt maar één keer één worden. Maar groot bedankt. En wij gaan naar iets heel anders nu. Uit 1987, behoorlijk lang geleden. Maar er zijn genoeg mensen die het nog wel zich weten te herinneren. Een tekenfilm, Ali Baba en de 40 Rovers, in het Venloos. Wat weg in op struiken. Af weg boeten je. Betekent het 4. Waar liggen nu 40 over? Vrouwen en kinderen, opa's en oma's, pituken en kriem. Aan de kant, werk de wagen nemen. Dubbele paniek, anker uitgooien, want toch ik heb een vette bougie. Anker uitgooien, remmen, wat dat is. Ik heb het gehoord, Ali Baba. Nee, het cijferen, gewoon doorlopen. Door blijven tafelen. Gewoon blijven lopen en op de linkerhandje is rechts rond kieken en lopen blijven rollen. Door blijven tafelen. Oh, nou was een tankstation. Jongens, hier zitten we goed. Alle kom rechtop, Wimke. Rechtop, het eerste rondje, dat is van de zaak. Alle wasje, golven en ook drinken. Wimke, die is gesproken. Dat is goed, smakelijk. Kom op, ontbreken dit programma voor een extra uitzending van Spullenteren. Hier is Tijgels en weer met een extra bericht voor Ali Baba met zijn 40 rovers. Kijk goed, want hij komt er weer aan. We nemen alles met. Kijken we nog even naar wat momenten uit 1993. Deze uitzending sluiten we af met een fragment van Tilt. Dat doen we met alle uitzendingen. En om te beginnen is dat een fragment uit een hele bijzondere aflevering die volledig op zijn kant is opgenomen en dus ook uitgezonden is. Er gaan verhalen eronder dat dit wat technische mankementen aan tv's hebben opgeleverd destijds. U bent dus alvast gewaarschuwd. Bijzonder van dit fragment is ook dat we een erg jonge Lotte Verbeek zien. Hele speciale til dus vandaag. Lijkt me best dat jullie thuis de televisie in kwartslag draaien. Flikken alle beeldjes en bloemenfasen maar van de televisie af. En draai hem om. Want als niemand het doet, doen wij het gewoon. Tilt. Waar zijn we bezig? Dik een half jaar. Al langer. Ja, dit is voorjaar. Ik weet dat ze voor de zomervakantie zijn ze begonnen. Je doet alles zelf, die koers maken, muziek, koer, orkest. Ja. Voor alles is een leraar of een lerares. Ja. Je hebt er immers podiumervaring al, voor dit? Nou, ik heb al vaker een toneelstuk gespeeld op vrije school. Maar dus dan gewoon ieder jaar dus speel je dan een toneelstuk. Maar echt podiumervaring kan je dat niet noemen. John de Mol, Le Vanger en de Mol. John de Mol, mollenvanger, is een freelance mollenvanger. Ik ben freelance mollenvanger. Dus. Flikker er maar op. Ah!
aanstaande donderdag in 30. Ja. 26 bussen achter elkaar, daar kon niemand op een gegeven moment inhalen. Dus dat was goed geregeld. Alles bleef bij elkaar.